waterstuk. Nou, als je de stroom opvoert, dan zie je dus aan beide kanten zie je gas. Ja, want water heeft als formule H2O. En in die krijg ik dus waterstofgas. En in die andere kant zuurstof. Nou, dan gaan we deze even uitzetten. En dan ga ik een reageerbuis pakken. En die heb ik direct nodig. Kijk, heb ik. Oké. Dit was waterstof. Dat moet je altijd heel goed in de gaten houden. En dan doe je er een klein beetje waterstofgas in die reageerbuis. Goed afsluiten. En dan ga je hem dus hierbij houden. En dan krijg je een dikke knal. Dit is dus echt het geluidje van waterstof. We kunnen deze ook nog even een keer proberen. Yeah.